Ja, Justin. Het is 0-0 geworden. 1 punt mee naar huis. Had je meer verwacht van deze wedstrijd? Wij kwamen hier zeker om 3 punten mee naar huis te nemen. Dat is natuurlijk niet gelukt. Dus ja, meer verwacht. Ik denk, we hebben wel ons best gedaan. Maar het resultaat dat we wilden hebben we niet behaald. Ja, en je bent natuurlijk nieuw bij Fortuna sinds een paar dagen. Wil je misschien even kort voorstellen aan de supporters? Ik ben Justin Lonnek. En ik kom nu van RSC Anderlecht naar Fortuna. Ik ben in Nederland geboren. Ja, en je bent nu gehuurd voor het komende half jaar. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, er was interesse in mij. Ik zocht naar een nieuwe club waar ik meer kon spelen. Ik was op huurbasis naar Anderlecht van Dynamo Kiev. Maar ik heb te weinig gespeeld voor mijn gevoel. Dus ik was op zoek naar een club waar ik veel minuten kon gaan maken. En ja, zodoende zijn we Fortuna tegengekomen. En ik denk dat het wel een goede match kan gaan worden. Ja, en heeft je broer hier ook nog een aandeling gehad? Want hij heeft hier natuurlijk ook gespeeld. Ja, ik heb wel gesproken over hoe hij het heeft ervaren hier. Dat het een fijne club is. Goede mensen om de club heen. En het is natuurlijk een club met ambitie altijd. Dus ja, dat. En wat verwacht je van dit komende half jaar? Dat we nog heel veel goede prestaties gaan leveren, veel wedstrijden nog gaan winnen. En dat ik persoonlijk ook daar een goed aandeel in heb. Ik voel me nu fit. Ik ben nu een tijdje niet geblesseerd. Dus ik heb wel lang meegetraind. En ja, ik denk, de wedstrijdritme moet er wel nog inkomen natuurlijk. En dan moeten we misschien wel opbouwen, maar ik voel me goed.